Oké, voor de grote knoopliefhebbers. Ik heb er eentje van 9 slagen. De Hanover. Dit begint weer met de binnenkant naar buiten toe. Meet hem goed af, ongeveer op de naad weer. En daar gaan we. Je begint met je brede zijde aan je rechterkant overigens. Je dunne zijde links. Nou, daar gaat hij. Rechts, onderlinks door. Vervolgens sla je hem over. En kom je via de achterzijde terug door het midden. Dan ga je linksaf. Achterlangs. Dan kom je door het midden weer terug naar binnen. Vervolgens ga je naar links toe. Sla je in het midden door. Dus je krijgt altijd een hele dikke brede knoop. En gaan we hier door het midden heen. Dan halen we hem door de laatste lus die we net hebben gemaakt. Even corrigeren hierboven. Aansluiten. Kraag omlaag. Bij deze heb je een hele mooie dikke knoop. De Hanover. 9 slagen. Hij is iets groter dan de Windsor. Juist omdat hij zo vol is, zullen veel mensen hem ook mooier vinden wellicht. En hij is vrijwel symmetrisch. En met die streepjes zo, dus dat natuurlijk, ziet dat er heel erg gaaf uit. Laat me weten wat je ervan vindt. 2 minuten.